Welkom bij alweer de zesde uitzending van Langstraat Kiest, het politiek programma op Langstraat TV en vanavond ook op Langstraat FM. Op 16 maart mogen we weer naar de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen voor de Langstraat. En in aanloop daarvan hebben we de partijen uitgenodigd van de kernen hier in de Langstraat. Waalwijk, Dongen, Loon op Zand. En vanavond gaan we naar Heusden. En we hebben vanavond drie partijen die alle drie in de coalitie zitten op dit moment. Welkom. Martijn van Es, ja. Lijsttrekker van DNP uit Heusden. Op dit moment met de grootste partij, met 9 zetels in de raad. Zeven zetels, excuses. Alexander van Weert, Heusden 1. En Casper van der Brand van gemeentebelangen. Goedenavond, alle drie. Goedenavond. Dag. Laat ik onze gast eerst even introduceren, Martijn. Je zei het al, 7 zetels inderdaad op dit moment in de raad. 43 jaar. Zit al 8 jaar in de raad van Heusden als raadslid en fractievoorzitter van DNP. DNP staat trouwens voor de Democratische Middenpartij, zag ik. Ja. Zijn u daarmee ook een beetje middenpartij, CDA-achtig, als je het in landelijke termen bekijkt? Ja, ik denk dat wel. Natuurlijk, je bent een lokale partij, dus je hebt allerlei afkomsten en politieke voorkeuren in je partij ook. Maar ik denk wel, dat noemen ze dan landelijk het motorblok, hè, CDA, VVD. Of, ik denk dat veel mensen wel in die hoek zitten. Mm-hmm. Af en toe een PvdA erbij, dus dat is ook al fris. Dan krijg je alle verschillende invalshoeken, die heb je dan al binnen. Ja. Oké, okay. echt een beetje het midden van het spectrum als je het hebt over links-rechts. Ja. Je werkte 17 jaar bij de Rabobank, maar in allerlei financiële functies. Hè? Maar nu ben je eigenaar van een interim, een adviesbureau, maar ook in de vrije tijd nog duo-voorzitter. Van voetbalvereniging Haarsteeg. Ja, klopt. Duo-voorzitter, best bijzonder eigenlijk. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, bij Haarsteeg hadden we best een grote club, hè, 1000 leden. En op een gegeven moment was het verhaal van, ja, we hebben nog een bestuur van 5 personen. Wel allemaal wat oudere mannen vooral. Niks mis met grijze haren, maar je wil een afspiegeling zijn van de vereniging. Ja. En toen hebben we eigenlijk een nieuw groepsbestuur gemaakt vanuit het project, samen naar 100. En daar hoorden ook een aantal duo-banen bij, want iedereen heeft het druk en veel andere dingen. Ja. Dus je dan de taken kan verdelen. Dus het idee was daar 2 keer 50 is 100. Maar als je met 50 man ook allemaal 2% doet, dan kom je ook op 100. Hmm. Dus zodoende is dat ontstaan. Oké, okay. Nou, interessant. Ja, er zijn tegenwoordig bedrijven die 2 CEO's hebben. Hè? Dat kan. Jullie wethouder, Kees van Bokhoven, die gaf aan dat hij eigenlijk niet verder wil in de volgende ronde. Hebben jullie al een kandidaat, wethouder? Ben je zelf misschien kandidaat? Of wil je daar nu nog niet te veel over zeggen? Nou ja, je moet sowieso denk ik eerst de verkiezingen afwachten en ook wat daar gebeurt qua uitslagen en stemmen. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk binnen DNP denk ik een heel kundige groep en we hebben meerdere personen die dat zouden willen en ook zouden kunnen. Ja. En ik zeg daar zelf ook geen nee tegen, maar dat is iets niet voor nu, dat komt daarna wel, na 17 maart. Ja, en ik neem aan als grootste partij wel weer de ambitie om in de coalitie terecht te komen. Als dus de kiezers zeker. Stem hebben als de kiezers dat ook vinden en dan houden wij van samenwerken, dus dan zou dat in de coalitie denk ik prima kunnen. Ja. Oké, okay. In die coalitie zitten jullie op dit moment samen met onder andere Heusden 1, Alexander. Ja. Alexander van Weert, welkom. 49 jaar, geboren en getogen in Vlijmen. Klopt. Heel veel functies in het bedrijfsleven, maar nu gestart met de stichting Alles voor Mekaar. Klopt. Moet je iets over vertellen? Ja, dat is eigenlijk 5 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. Daarvoor heb ik inderdaad ruim 20 jaar in het bedrijfsleven rondgelopen. En in 2017 overleed mijn moeder. Mm-hmm. En mijn vader kwam toen alleen te staan. Ja. En ik was toevallig net aan het kijken van wat is een volgende stap in mijn carrière. Mm-hmm. En ik wilde toen heel graag iets maatschappelijks gaan doen. Mm-hmm. En ik dacht, mensen als mijn vader, die zullen er vast meer zijn. Ja, dus ouderen die strijden tegen eenzaamheid. Ja, die door live events, zoals we dat noemen, het wegvallen van een partner of op een andere situatie, verhuizing en dergelijke, alleen komen te staan. Ja. En ik heb daar bij mijn vader wel gezien wat eenzaamheid is, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En vandaar dat wij met een paar mensen heel enthousiast zijn begonnen met een idee van, nou, hoe kunnen we daar nou wat aan gaan doen? Ja. Langs een hele pragmatische weg eigenlijk. Mm-hmm. Wij zeggen, die mensen kruipen weg, dus die zul je eerst moeten vinden. Ja. Nou, wij willen heel graag wat met of voor die mensen doen, mm-hmm. in plaats van alleen maar praten. Ja. En uiteindelijk zoeken we ook weer de verbinding. Mm-hmm. Maar wij denken dat het belangrijk is dat zo iemand, hoe fijn zou het zijn als elke kwetsbare ouder, laat ik het zo maar noemen, een goede buur zou hebben. Ja. Die bereid is om hand te spannen, aandacht, een beetje aandacht. Mm-hmm. En weten dat ze daarop terug kunnen vallen. Ja. En daar zijn we op die manier mee begonnen. En
Dat is eigenlijk behoorlijk uit de hand gelopen, als ik het zo mag zeggen. Positief uit de hand gelopen. Maar het is nog geen baan voor je? Ja, wij zijn daar fulltime mee bezig. Okay. Ja, ja. Okay. We zijn op het moment druk bezig met de start in Den Bosch. In Den Bosch West zitten 2000 senioren op 1,5 vierkante kilometer, wonen die daar. Ja. En volgens een aantal mensen dreigt daar een maatschappelijke ramp, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar zijn we ons concept nu aan het uitrollen. Ja. Gelukkig mogen we weer wat meer gaan doen, want met corona zit je... Het is zo'n ontiegelijke paradox bijna, zeg maar. Hè? Aan de ene kant weet je dat de eenzaamheid en de problemen zich opstapelen. Aan de andere kant word je geremd door de maatregelen. Ja, doordat je met corona weinig kan doen. Ja. Nou, we komen dadelijk nog te spreken over de uitdagingen voor zorg. Ja. Voor ouderen en misschien natuurlijk ook voor ouderen en jongeren in de gevolg van corona. Ja. Jullie hebben ook nog 2 leden bijgekregen. Ja. Van die de overstap hebben gemaakt van het CDA. Hè? Nou, 3 zelfs. Van Aert, 3 zelfs. Fons van Aert, Erika van Gessel. En... Als raadslid inderdaad. Ja. En Ans Muskus als een fractieondersteuner. Ja, precies. Dus daarmee wordt heus de een stuk groter en sterker. Want ze nemen ook nog een achterban mee, neem ik aan. Dat hopen wij wel op, uiteraard. Ja. Maar daar zijn we ontzettend blij mee. 3 mensen die ook in het verleden al bewezen hebben om een ontzettend hart voor de gemeenschap te hebben. Ja. En zich daar ook weer voor in willen zetten. Dus Dan hebben jullie als wethouder natuurlijk Mart van der Poel. Klopt. Die heeft wel aangegeven dat hij mogelijk door wil gaan als wethouder, begrijp ik. Hè? Ja, nou wij hebben ook een beetje aansluitend op wat Martijn zei. Ja. Heel duidelijk gesteld, joh, dit zijn gemeenteraadsverkiezingen en geen wethoudersverkiezingen. Nee. Dus laten we in eerste instantie gaan kijken wat er gaat komen. Ja. Ja. Oké. Welkom. Casper van der Brand, laatste gast voor vanavond van gemeentebelangen. uit Elshout, heb ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. 62 jaar, werk bij de regionale ambulancevoorziening in Brabant. Nou, we hadden het net al even over de impact van corona. Dat moet voor de ambulancevoorziening ook een enorm drukke tijd zijn geweest de afgelopen 2 jaar. Ja. Wat heb je daar zelf van gemerkt? Nou, dat was echt spitsroede lopen. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft denk ik de beelden gezien in de ziekenhuizen, maar die mensen die worden ook gebracht naar de ziekenhuizen. Ja, en daar is natuurlijk de ambulancedienst staat daarvoor aan de lat. En het is een hele drukke periode geweest met ook wel verstrekkende gevolgen. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk ook, en dat is gewoon niet te voorkomen, zijn er ook een aantal medewerkers zelf besmet geraakt met ernstige gevolgen van dien. Mm-hmm. Dus daar heb je extra aandacht voor nodig. Want het is natuurlijk de hulpverlener verdient ook aandacht. Ja. En in die zin hebben we daar intern heel veel aandacht aan geschonken. Ja. En nog steeds, want dit is echt nog niet voorbij. Nu we de mondkapjes dadelijk weg mogen doen. Is het nu al wat rustiger aan worden? Of nou, wat we wel hebben gezien is tijdens de hoogtepunt van de coronaperiode dat heel veel mensen toch uiteindelijk misschien wel zorgmijdend zijn geworden. Dus toen was het aantal gewone vervoertjes die we van tevoren wel hadden, die zijn er niet geweest. Ja. Omdat mensen niet naar het ziekenhuis durfden te gaan. Mm-hmm. Dat is ook geen goede ontwikkeling geweest. Maar goed, ik snap het dan wel. En nu zie je dus weer dat er naast de productie van coronaritten ook gewoon de gewone zorg weer aan opstart is. Die je nu krijgt. Precies. Dus het blijft druk voor jullie eigenlijk. Ja, het blijft druk. Je zit al 28 jaar in de raad, heb ik dat goed? Ja, dat heb je heel goed gezien. 28 jaar, als fractievoorzitter nu voor de partij die met 5 zetels in de raad zit. Eerst 12 jaar in 1994 begonnen, toen 12 jaar als raadslid en nu de laatste 16 jaar als fractievoorzitter. Van gemeentebelangen, waarvan de laatste 12 jaar in de coalitie. Ja, met Peter van der Steen als wethouder. Ja, klopt. Ik zal niet vragen of die doorgaat, maar tenzij er iets over Peter heeft de wens aangegeven dat hij graag door zou willen. Okay. En daar sluit ik natuurlijk wel bij aan bij de rest. Want je moet eerst maar zorgen dat je in de positie komt dat je een wethouder mag leveren. Ja. En als dat het geval is, dan is Peter daarvoor in. Iemand die wel afscheid gaat nemen is Kees Musters. Ja. Na zo'n 30 jaar in de politiek, dat moet een aderlating zijn voor de Dat is een grote aderlating, partij. Want Kees is natuurlijk een geweldig raadslid altijd geweest. Zeer deskundig, inhoudelijk, ijzersterk. Ook eigenlijk het geweten wel van ons. Dus we hebben heel veel gepraat met hem of dat hij toch nog niet door wilde gaan. Aan de andere kant, hij heeft ook gelijk. Als je zo lang erin zit en je hebt voor jezelf het besluit genomen, het is goed zo, het moet naar de jeugd toe. En daar waren we eigenlijk al een tijd mee bezig om de jeugd juist bij aan ons te binden en naar voren toe te schuiven. Dat hij echt zei van jongens, nu het stokje doorgeven aan iemand anders. Ja. En we zijn er veel dank verschuldigd. Maar aan de andere kant, het biedt ook weer perspectief voor jeugden om nu op dit moment weer in het politiek actief te worden. Ja, en hij is vast nog voor raad en daad beschikbaar op de achtergrond. Tuurlijk, zo kennen we Kees wel, want hij is met gemeentebelangen verknocht. Ja,
Welkom alle drie. Dank je. We gaan naar het eerste thema van vandaag en dat is de zorg. Ja, we hadden het al even over bij de inleiding. Door corona hebben steeds meer mensen gebruik moeten maken van de zorg. Maar hebben we tegelijkertijd ook gezien hoe belangrijk, maar ook hoe kwetsbaar de zorg soms kan zijn. De gemeente is ook nog eens verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de zorg, van de jeugdzorg, van de wet maatschappelijke ondersteuning. En krijgt daardoor steeds meer taken. En eigenlijk met te weinig geld, want het leidt ook nog eens tot financiële problemen in een heleboel gemeentes. En ook in Heusden. Door corona voelen mensen zich ook meer eenzaam, ook daar hadden we het net al even over. Er is minder sociaal contact, krijgen de ouderen ook minder bezoek van familie. En hoe kijken onze partijen die hier vandaag op bezoek zijn tegen de rol van de gemeente die ze kunnen vervullen om die zorgfunctie goed te kunnen uitvoeren of misschien te verbeteren voor de ouderen, voor de jongeren en iedereen die die zorg hard nodig heeft. Voordat we daar in discussie gaan met de drie partijen wil ik graag Alexander de ruimte geven om daar namens Heusden 1 het standpunt over toe te lichten. Prima, dankjewel. Ja, onze slogan is Heusden 1 ziet het anders en dat vinden wij ook op het gebied van zorg. Veel mensen denken bij de gemeente aan hun rijbewijs verlengen, het ophalen van afval of de infrastructuur verkeerssituaties. Maar zeker sinds 2015 heeft de gemeente een belangrijke taak gekregen in de zorg voor het welzijn van haar inwoners. Nou, we zien in Heusden dat we bovengemiddeld vergrijzen. Heel veel jongeren hebben het moeilijk en de gemeente heeft daar een belangrijke taak in gedelegeerd gekregen. In veel gemeentes en ook in Heusden heeft men die taak uitbesteed. Maar wij zijn erg van mening dat je de taak misschien kan uitbesteden, maar de verantwoordelijkheid niet uit kunt besteden. En daarom denken we dat gemeentes veel meer op moeten pakken wat er in die zorg leeft. En dat zij daarmee dichter tegen de burger aan moeten komen staan. Een van de middelen die wij in Heusden gebruiken om de inwoner contact te hebben met de inwoner op het gebied van zorg is de wijkwinkel. Mm-hmm. Er zijn in onze drie kernen is er een wijkwinkel. Dat is het aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om jeugdzorg en welzijn en werk. En wij vinden om te beginnen een heel praktisch punt dat die wijkwinkel veel langer open moet zijn, veel uitnodigender moet zijn. Die zit nu vaak op punten, bijna verscholen achter de container zit de voordeur bij wijze van spreken. En daarnaast vinden wij dat de gemeente veel meer naar buiten moet gaan, omdat wij, als je de mensen in onze partij zijn mensen die allemaal midden in de maatschappij staan. En wij merken dat heel veel inwoners de weg niet weten te vinden. Nou, dan vinden wij dat die gemeente daar maar naartoe moet. Corona heeft bewezen in onze beleving dat zorg voor welzijn het belangrijkste is. Als je aan mensen vraagt wat is het belangrijkste in je leven, roept iedereen als we maar gezond zijn. Ja, en dat is zowel geestelijk als lichamelijk. Precies. En daarom hebben wij dat bovenaan de lijst gezet. De taken liggen er voor de gemeente, maar pak ze dan ook op. Ja, dankjewel. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel duidelijk gezien hoe belangrijk zorg is op zo'n moment dat corona toeslaat. Tegelijkertijd wordt de gemeente daar ook een steeds belangrijkere speler in, hè, in absoluut, de uitvoering van die zorg. Ja. Hoor ik jij nou zeggen dat de gemeente die taak ook wat meer zelf naar zich toe moet trekken en het niet moet uitbesteden, wat misschien nu te veel gebeurt? Nou, in onze beleving... Wat je veel ziet is dat gemeentes, en dat is niet alleen in Heusden overigens hoor, maar ik kom zelf natuurlijk ook nog wel eens wat in andere gemeentes om dat te zien, is dat veel gemeentes het uitbesteden. Mm-hmm. En de taak uitbesteden, zeg maar, dat is op zich deels prima, maar de verantwoordelijkheid kun je niet uitbesteden. En als je mensen uit je eigen organisatie daadwerkelijk in die wijk hebt, in plaats van iemand van een uitbesteden partij, zijn we ervan overtuigd dat je veel meer kunt bereiken. Ja. Als je kijkt naar jongerenwerk bijvoorbeeld, heel veel jongeren hebben het erg moeilijk. Ja. En wij hebben een paar relatief weinig jongerenwerkers die dan ook nog eens van buitenaf bij andere organisaties vandaan komen. Mm. En daardoor is die binding met de jeugd gewoon veel lastiger. Ja. Ja. Dus wij denken dat er veel meer taken inderdaad in beheer van gemeenten... Toch, in beheer van gemeenten. Oké, ja. Want je hoort ook bij heel veel gemeentes dat, als ik jou mag vragen, Martijn, dat er door die uitbesteding ook heel vaak geld gaat naar wat ze wel zorgcowboys noemen. Hè? Partijen die van alles aanbieden om maar geld te kunnen verdienen aan de jeugdzorg, maar die eigenlijk niet heel effectief de zorg leveren die nodig is voor jongeren. Ja. Is dat een zorg die bij jullie ook leeft? Of hoe kijken jullie daarnaar? Ja, geld verkwisten is sowieso, dat is niet prettig en dat wil je niet. Dus daar moet je goed naar kijken. Daar hebben we de afgelopen 4 jaar ook al stappen in gezet. Dat is eigenlijk Midden-Brabant en Tilburg die dat dan coördineert. En daar heeft Heusden ook, denk ik wel een beetje brutaal gewoon geprobeerd daar zelf ook een modus in te vinden om goede controle ook te houden van komt het geld op de goede plekken terecht. Mm-hmm.
En daarbij vind ik zelf ook, en dat zie ik ook bij de vereniging waar ik zelf bij, betrokken ben. Mm-hmm. Het is voor een gemeente of, of iemand die de beroepsmatig doet, die weet er veel van. Maar soms is het wel moeilijk om bijvoorbeeld jongeren te bereiken. Ja. En voor een voetbalclub waar heel veel jongeren lopen, is dat helemaal niet zo moeilijk. Die lopen daar allemaal al. Ja. En als je daarop inzet, dus eigenlijk de netwerken al gebruikt die er al zijn. In het dorp waar ik woon in Haarsteeg heb je een Hart voor Haarsteeg. Die kennen eigenlijk alle ouderen, die weten... Mm-hmm. Wat er speelt. Er is een KBO die ook veel mensen kent. Het zijn allemaal bestaande netwerken. Ja. Dat is mijn boodschap. Die je kan inzetten om zorg op maat op een goede manier om zorgbehoeftes te doen. De mensen met zorgbehoeften te bereiken. Ja. Want aan de ene kant, zeg je Alexander, ja, je moet die wijkwinkels effectiever benutten. Onder andere. Ik hoor jou zeggen, Martijn, gebruik de netwerken die je al hebt. Via sportclubs, via maatschappelijke Absoluut. Groeperingen. Kaspar, dat kan ik me sowieso al bij aansluiten. Ja. Een van onze punten is ook heel duidelijk bouwen aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen. Ja. Dus dat sluit naadloos aan volgens mij wat hier aan tafel staat. We hebben het afgelopen jaar echt onze nek uitgestoken in de gemeente om toch naar een doorontwikkeling van die dienstverlening van het sociaal domein toe te gaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk toch echt wel uniek op dit moment. Mm-hmm. Want er zijn er maar een paar gemeentes in Nederland die hun nek op deze manier proberen uit te... Mm-hmm. En er zit ook een risico aan. Maar ja, als je altijd deed wat je deed... Dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En dat was dus een sterk oplopende financiële kant. Ja. Waarvan iedereen zei, jongens, zo kan het niet langer. Ja. Nou, deels zijn wij van overtuigd dat de kwaliteit, onder andere met name in de jeugdhulp, echt gecontroleerd en verbeterd moet worden. Dat daar een controle op is. 90% van de mensen die werkzaam zijn, dat zijn gewoon hele goede, integere mensen die echt hard voor de zaak hebben. Maar er zitten inderdaad ook een aantal zorgkooibors tussen. Ja. En die moet je niet eigenlijk de kans geven. Dus je moet aan de voorkant, bij de intake, moet je al zorgen dat je dit soort zorgorganisaties tegen kunt houden. Mm-hmm. Nou, en daar is volgens mij een hele mooie coalitie in de gemeente Heusden voor ontstaan, waarbij er een samenwerking is enerzijds door alle huisartsen die inmiddels elkaar gevonden hebben in de gemeente Heusden, deels de scholen, waar natuurlijk ook een hele grote vindplaats is voor jeugdzorg, en dan de gemeente die vervolgens daar ook natuurlijk heel duidelijk een regiefunctie in moet doen, want het is niet zo dat de gemeente alle kennis en kunde in huis heeft. Nee, ik vind dat met name op dit soort onderdelen dat de gemeente de regiefunctie moet... Ja, precies. Doen. Want ze zijn pas sinds 2015 eigenlijk opgezadeld met die taak van de zorg. Dus je kan bijna niet verwachten dat ze dat volledig professioneel zelf kunnen doen. En met een forse bezuiniging. Hè? Ja, precies. 10% bezuiniging. Want het zou efficiënter zijn om het van het nationaal niveau naar het lokaal niveau. Precies. Is er een financieel probleem op jeugdzorg of op zorg algemeen in Heusden, ook voor de komende 4 jaar? Qua budget, qua behoefte? Nou, ik denk overigens dat er op dit moment... Er is nu al een probleem. Ja, precies. Ja, komt vanuit het Rijk. Ja. Vanuit het Rijk komt er met name aan de jeugdzorgkant meer geld vrij. Ja. Nou, ik denk absoluut, ben ik met Kasper eens, dat wij een mooie stap hebben gezet door het, dat noemen we het Heusden jeugdzorgmodel, in te gaan voeren. Ja, Heusdens jeugdzorgmodel. Heusden jeugdzorgmodel. Ik dacht dat het een typfout was. Ja. dat is aan de voorkant bekeken een heel mooi en ambitieus plan om aan de jeugdzorg wat te doen. Deels aan de kosten. Ja. Maar wij vinden het nog belangrijk ook aan de kwaliteitskant uiteraard. Dat welzijn vind ik nog veel belangrijker als die euro's. Maar als je kijkt naar de zorg in zijn geheel, denk ik wel dat er financieel andere accenten gelegd mogen worden in de begroting. Mm-hmm. En we weten allemaal dat we vergrijzen in Nederland. Dus de vraag neemt bovenmate. Dat weet je eigenlijk al van tevoren. Ja, ja. En dus als je helemaal vooraan begint en zegt we hebben een begroting en we gaan die verdelen. Mm-hmm. Geef dan ook een eerste instantie, ik hoef het niet helemaal uit te geven, maar in eerste instantie een duidelijker beeld van wat gaat er dan verhoudingsgewijs in die zorg zitten. En dan zie je ook in Heusden dat we daar eigenlijk altijd op de rem trappen, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat we dat geld over de balk moeten smijten, absoluut niet. Mm. Maar wat ik wel denk, wat ook wel bij Heusden één past, het anders zien. Wij zien dat heel veel gemeentes en ook in Heusden welzijnsproblemen systematisch proberen aan te vliegen. Mm-hmm. Op een systemische manier proberen op te lossen. Ja. En wij zijn ervan overtuigd dat we dat niet niet alleen symptoombestrijding doen van dingen die... Wij geven aan de voorliggende voorzieningen. Dat zijn eigenlijk partijen die moeten proberen te voorkomen dat onze inwoners in de problemen raken op het gebied van zorg en welzijn. Daarmee ook dus voorkomen dat ze in de duurdere zorg terechtkomen. Mm-hmm. Wij geven aan die, wat natuurlijk fantastisch is, dat die voorzieningen er zijn, geven wij 3,2 miljoen per jaar uit. Maar als je die begroting van die partij analyseert, weten we dat ongeveer 400.000 euro aan overhead uitvloeit.
Omdat het grotere organisaties zijn uit een andere... Dus het zou wellicht efficiënter moeten kunnen zijn. Maar je zou ook meer middelen kunnen inzetten op de preventieve zorg. Ja. Dat je eigenlijk minder vraag naar zorg krijgt uiteindelijk. Wij denken dat dat twee stappen zijn overigens. Ja. Aan de ene kant eerst nu, met name ook met corona, eerst de problemen aanpakken. Ja. En 4 jaar geleden riepen we in het coalitieprogramma al, we willen naar collectief preventief. Ja. Fantastisch streven. Ja. Maar die parallellijn die mag je natuurlijk wel absoluut al gaan lopen. Mm. Maar vergeet niet de zorg van vandaag in te rekenen. En meer aan de preventieve kant ook doen van de zorg? Ja, preventief. Ik denk, corona heeft ook wel een kink in de kaart. Het is een hele andere setting geworden, maar desalniettemin, er was gewoon te weinig geld. Je kreeg een bepaalde... 10% korting. Je kreeg het, ga het maar doen, maar wel voor minder. Ja. En dan, hoe doe je dat dan? Dan zie je inderdaad dat mensen in het systeem, hoe kunnen we het organiseren, hoe kunnen we het controleren, hoe kunnen we het op een goede manier doen? En nu zit je in de fase dat dat eigenlijk een beetje ook volgens mij rustig is geworden. Mm-hmm. En dat je dus parallel ook nog meer kan gaan kijken, wat kan ik preventief doen? Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook bepaalde dingen gewoon slim organiseren. Bijvoorbeeld zorgen dat er één loket is, dat het heel duidelijk is waar je moet zijn. Dat blijf ik roepen. Het moet zo makkelijk als mogelijk zijn om je te melden op de juiste plek te komen. Ja. En het tweede is bijvoorbeeld... Aan de achterkant, als het dan fout gaat, zorg dat er een ombudsman of een commissie is waar je ook kan melden, zodat er ook geleerd kan worden van wat er dan fout is gegaan. Waarbij je als organisatie of als gemeente ook daar weer de revenue van kan plukken. En dat zou de gemeente ook moeten aanbieden. Ja, dat is nou typisch denk ik wat Casper zegt van regie nemen. Op zo'n punt zou je regie kunnen nemen, zou je het kunnen organiseren en zorgen dat in ieder geval mensen niet verloren lopen. En ten tweede dat je ook kan leren van de dingen die dus heel goed gaan of minder gaan. Kasper, met Martijn overigens. Ja. En ik wil het nog wel even aangeven dat met name ik een groot voorstander ben inderdaad om dat preventieve gedeelte zwaar aan te zetten. Mm-hmm. Alleen daar zit een duidelijk risico in en dat zijn namelijk het verwachting, of nee, dat er altijd mensen zijn die vervolgens meer financieel denken als, dus hier gaan de kosten voor de baten uit. Mm-hmm. En ga dat eens uitleggen, dat de kosten die je nu moet gaan investeren, dat die straks wel terugkomen. En als je dat dan vervolgens in een zorgorganisatie of in een zorgveld terug wil gaan doen, dan kun je dat nooit altijd precies met euro's uitdrukken. Mm-hmm. Dus het is ook het geloof in het feit dat we nu met de goede dingen bezig zijn en dat we op een goede manier nu naar een verbetering van de zorg, zowel kwalitatief als financieel gaan. Mm-hmm. We hadden het net over toegankelijkheid van zorg. Jullie hebben ook een heel concreet voorstel in jullie programma staan, namelijk toegankelijkheid van de huisartsenposten, waar mensen nu soms naar Tilburg moeten, terwijl het niet in het Jeroen Bosch in de Bosch bereikbaar is. Nou ja, goed, dat heeft gewoon te maken met het verleden. Alle huisartsenkringen die waren aangesloten bij een bepaald ziekenhuis. Mm-hmm. En vervolgens is dat nu nog steeds. En dan is het zo dat wij voor de herindeling hadden we natuurlijk Drunen, die was georiënteerd op het ziekenhuis Waalwijk en dus ook in Tilburg. En Vlijmen en Heusden die zat aangesloten bij Den Bosch. Nu is het dus nog steeds zo dat de huisartsenkringen niet in één Heusdense huisartsenkring zitten, maar de Drunense huisartsen zitten bij Tilburg. Ja. Vervolgens is het dan zo dat als je een beroep wil doen op de huisartsenpost in de nachtelijke uren, dan moet je dus per se gebruik maken van een huisartsenpost in Tilburg. Ja. En dat is natuurlijk voor een Drunense inwoner is dat heel onlogisch, want die gaat het liefst naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Ja. En zeker als hij misschien daarna ook nog opgenomen wil worden in dat Bossen ziekenhuis. Ja. Dus het staat vrij, hè, als iemand in Heusden of in Drunen woont en die moet vervolgens en die wil graag zorg krijgen in een Tilburg ziekenhuis, dan is het logisch dat hij naar de huisartsenpost in Tilburg gaat. Mm. Maar er zijn ook een hoop mensen, en heel veel mensen in Drunen, die vervolgens nu, zeker nu het ziekenhuis, het Jeroen Bosch ziekenhuis aan de gunstige kant van onze gemeente ligt, die zeggen ik wil heel graag naar de huisartsenpost daar. Want als ik opgenomen moet worden of zorg daar moet krijgen, dan ben ik meteen op de plaats. Ja. Dus het is gewoon ook hartstikke logisch. Alleen de gemeente die kan dat niet afdwingen. Precies, ik voel het me zijn, af in hoeverre bepaalt de gemeente dat eigenlijk. Niet. Nee. We kunnen het iedere keer weer aan hun vragen en met redenen omkleed aangeven en dan maar hopen dat de huisartsen in Drunen uiteindelijk toch zeggen van nou, we gaan misschien een modus vinden. Want het betreft maar, heb ik me laten vertellen, want er was altijd de huisartsenpost hier in Waalwijk. Mm-hmm. En die is om economische redenen is die dus naar Tilburg 's nachts gegaan. Omdat men zei, er komen maar een paar mensen 's nachts. Dus het kost te veel, het is economisch niet voor ons niet haalbaar. Dan zeg ik van nou, laat dan die enkeling die 's nachts naar een huisartsenpot moet, laat die dan toch gewoon naar Den Bosch toe gaan en maak daar goede afspraken over. En als dat financieel is, maakt die, of is dat eens een keer dat je daar eens een keer een dienst moet gaan werken als huisartsenpot.
huisarts doet dat dan. Maar voor de Drunense inwoners, met name Drunen-Elshoutse inwoners, is het gewoon hartstikke belangrijk dat ze naar de huisartsenpost in het Jeroen Bosch ziekenhuis kunnen gaan. Ja. Belangrijk punt. En zorg zal ons denk ik de komende 4 jaar nog heel veel bezighouden, ook op gemeentelijk niveau. Zeker. We moeten door naar het tweede thema van vandaag. En het tweede topic waarover we het gaan hebben is veiligheid en handhaving. Drugscriminaliteit en overlast gaat ook de Langstraat niet voorbij. Ook in Heusden worden regelmatig wietplantages opgerold, wordt er drugsgerelateerd afval gestort. En er is te weinig handhaving of om op te treden of te controleren. Maar ook in het verkeer neemt een toenemende mate, leidt het tot overlast of komt het tot onveiligheid volgens de inwoners van Heusden. Wat kan de gemeente daaraan doen? Dat bespreken we met de lijsttrekkers van DNP, Gemeentebelangen en Heusden 1. En om te beginnen wil ik Casper van der Brand van Gemeentebelangen graag ruimte geven om daar in een pitch in een minuut even jullie standpunt over toe te lichten. Dankjewel. Fijn wonen in de gemeente Heusden betekent zeker ook veilig wonen. En dat is een heel breed begrip en heeft zeker ook te maken met openbare orde en veiligheid. Ook in de gemeente Heusden is er criminaliteit, zoals zojuist al gezegd werd, drugscriminaliteit met ondermijnende activiteiten, dreiging van vermenging van de bovenwereld en de onderwereld, huiselijk geweld, maar ook gewoon inbraken. Dus er is gewoon criminaliteit in onze gemeente. De aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit heeft ontzettend veel aandacht en daar zijn we ook heel erg mee eens. Maar ook heel veel handhavingscapaciteit van politie en gemeente, die gaat dus dan ook naar dit onderwerp, dit belangrijke onderwerp. Maar er zijn ook nog andere problemen op een iets kleiner niveau over veiligheid en handhaving. En kleinere problemen waar onze inwoners zich vooral heel erg aan ergeren. En te denken valt daarbij onder andere aan een illegaal grondgebruik, illegale bouwactiviteiten, dumping van afval in het buitengebied, bijplaatsingen van afval bij ondergrondse afvalcontainers of glasbakken, stank- en geluidsoverlast, zwerfafval, hondenpoep en verkeersoverlast. Allemaal zaken die op dit moment heel erg door de mensen ervaren worden als een grote ergernis. Wij vinden dat er daar te weinig aandacht voor is en wij zijn van mening dat we daar de komende 4 jaar meer aandacht aan moeten hebben. Dat wil niet zeggen dat we dat weg gaan halen bij de criminaliteitsbestrijding, want daar is het onderwerp te belangrijk voor. We zullen er dus voor moeten kiezen om meer geld vrij te maken voor de handhaving op dit soort onderdelen, want dit ervaren de mensen in hun eigen leefomgeving als erg belangrijk. En je moet dus ook luisteren naar de mensen, dat als ze die irritatie hebben, dat we daar ook iets mee doen. Dus onze oproep is meer geld naar handhaving voor met name dit soort onderwerpen. Je noemt eigenlijk heel veel dingen waar mensen overlast door ervaren. Het kan echt aan de criminele kant zijn, hè? De drugsoverlast, dumpen van afval, inbraken. Misschien inbraken. Tot en met verkeersveiligheidszaken, waar mensen ook overlast in ervaren. Ja. Begint het probleem, en dan heb ik het vooral natuurlijk over de drugsoverlast, niet boven de hoofden van de gemeentes uit te groeien langzaam? Is het nog wel beheersbaar voor op gemeentelijk niveau? Nou, ik weet dat er heel veel gedaan wordt, ook in de gemeente Heusden, want we worden regelmatig bijgesproken door onze burgemeester die dit natuurlijk in de portefeuille heeft. We weten dat er heel veel speelt en ik heb niet de illusie dat we aan de voorkant zitten. Dus we lopen nog achter de feiten aan. Maar dat wil niet zeggen dat je er vervolgens dan bij neer moet leggen. Mm. En dit is natuurlijk ook een landelijk probleem. Ja. En vanuit de landelijke politiek komt ook heel duidelijk het signaal, hè, en ook de opmerkingen dat met name het plattelandsgebieden, dat die heel aantrekkelijk zijn voor de drugscriminaliteit. Ja. En daarom moet je daar natuurlijk keihard op investeren om dat goed te doen. Alleen, nogmaals, de handhavingscapaciteit binnen de gemeente Heusden en binnen de politie, die is op dit moment nog volstrekt onvoldoende om aan de voorkant te komen. Dus als u zegt van hebben we over 4 jaar de drugscriminaliteit in de gemeente Heusden, hebben we die opgelost? Dan zeg ik keihard nee. Maar dat we er iets aan moeten doen en dat we daar heel alert op moeten zijn en dat we dus niet minder moeten gaan doen, dat is ook een duidelijk. Dat is duidelijk. Maar je zegt het is ook een landelijk probleem, dat is natuurlijk ook. Alleen Brabant komt altijd wel hoog in de lijstjes terug. Ja. Alexander, ik lees in jullie programma sluiten van drugspanden.
denk, ja, maar gebeurt dat dan niet? Dat is toch al de bevoegdheid die de burgemeester heeft en die ze in principe doen als ze illegale activiteiten zien. Absoluut. Dus, wat moet er nog meer gebeuren? Nou, ik vraag me af of dat in het programma met dikke letters onderstreept. Ja, vinden wij niet als een van de maatregelen. Ja, nee, absoluut. Ja, ja. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, wij zeggen alweer heus, de ene ziet het anders. Mm-hmm. Ik was een beetje geschrokken toen ik op de website van gemeentebelangen keek en bovenaan handhaving zag staan. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, potver, ik ken Casper als een warme sociale man. En handhaving komt bij mij overal van, we gaan met de vinger wijzen en met de stokje slaan. Mm-hmm. Als het gaat om drugscriminaliteit, zul je van heus daar nooit één woord over wat we niet ondersteunen bij gemeentebelangen als wat hij zegt. Mm-hmm. Maar wij zijn heel bij andere problemen denken wij anders. Bijvoorbeeld het bijplaatsen van afval of afvaldumpingen, waar inderdaad ook heel veel inwoners zich aan ergeren. We hebben een prachtig buitengebied in de gemeente Heusden. Ja. En als je daar een bankstel of allerlei andere dingen tegenkomt, dan denk je waar is dit voor? Maar we hebben bijvoorbeeld in de raadsvergadering van 22 februari gaan we een motie indienen. Mm-hmm. Waarbij we zeggen, begin nou eens bij de kern. Waarom komt dat afval daar terecht? Mm-hmm. En als we alleen maar denken, ja, dat zijn mensen die te lamlendig zijn, naar de milieustraat, asociale, dan denk ik dat wij de plank mislaan. Sterker nog, ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente om eerst te gaan kijken naar wat het is, die reden, en te kijken of je daar iets aan kan doen. Mm-hmm. Ik zou het heel jammer vinden als wij geld uit gaan geven voor meer BOA's, die gaan kijken, in plaats van met de zin beginnen, waar kan ik u mee helpen, bij wijze van spreken, met de zin beginnen, daar komt die aan, die bom. Ja, ja. Om het zo maar te zeggen. Toch lees ik wel in jullie programma, we zijn voor meer wijkagenten en buurtpreventieteams. Maar dan zou de streep moeten staan onder wijkagenten en buurt. Ja, dus dicht in de buurten, in de wijken, dicht bij de die wijkagent zou, en ik denk dat elke wijkagent dat ook heel graag zou willen, als je met wijkagenten praat, wat ik dat ook nog wel eens doe. Ja. Die zeggen, mijn rol zou moeten zijn inderdaad, de politie is je beste vriend, degene die je helpt. En niet degene die jou achterna loopt en denkt, hey, nou kan ik hem pakken. Ja. Om terug te komen op die motie in de raadsvergadering. Mm-hmm. Wij gaan in die motie zeggen, ga nou eens kijken dat je mensen, om te beginnen met bijvoorbeeld een Heusdenpas. De Heusdenpas is een pas die je kunt krijgen als je wat aan de onderkant van het inkomen zit. Ja. Om te kijken of die mensen korting, gratis ledigingen, dat mag het ambtelijk apparaat, daar is hij voor. Ja, maar waarom betrek je hem ook niet op de milieustraat? Ja. Dat je zegt, van, laten we eens kijken of die onderkant van die groep zit daar. Er is misschien een oorzaak dat mensen zeggen, ik ken mensen die letterlijk gewoon niet kunnen betalen. Ja. Als ik een praktijkvoorbeeld mag noemen, ik ken een mevrouw die boven de 65 is. Dus haar inkomen is zoals het, dat blijft de rest van haar leven zo. Mm-hmm. Nou, die leeft van ongeveer 70 euro in de week. Mm-hmm. En haar hobby is nog om haar appartementje af en toe te herstylen. Dat doet ze met spullen die ze gratis ophaalt. Ja. Op haar scootmobiel heb ik haar letterlijk... Heeft ze wel veel afval. Een salon, precies. Een salontafel op zien halen. Maar heeft ze wel afval. Ja. Als zij 35 euro moet betalen om haar hobby, de oude spulletjes weer te lozen, zeg maar. Om die weg te brengen naar de milieustraat. Dan denk ik, ja, dan werk je dumping in de buitengebied bijna in de hand. Dus laten we nou eens beginnen bij de oorzaak en kijken of we daar op een sympathieke manier wat aan kunnen doen, dan om gelijk met die bon te zwaaien. Martijn, twee verschillende verhalen. Eén, iets meer aandacht voor handhaving en controle. Ander verhaal, iets meer faciliteren in de wijkteams en maak het niet te lastig voor inwoners om van hun afval op een goedkope manier af te komen. Hoe zitten jullie erin? Nou, ik vind wel, kijk, als je naar... Ik snap dat hoe rijk of arm je bent, dat het wat uitmaakt in de dingen die je kan doen en ondernemen en ook misschien. Maar ik vind persoonlijk dit wel ver gaan dat je dan zegt van dan hoef je dus niet meer. Dan zijn dat mensen die dumpen. Die link had ik zelf nog niet zo één op één gelegd. Mm-hmm. Ik denk juist ook dat handhaven dat het en is en niet of. Het is ook handhaven, want als je merkt dat jouw tuin of de tuin van de buurman dat die een heel stuk van de gemeente inpikt. En dat jouw buurman bankstellen langs de weg zet, bewijzen van, dan is dat heel irritant om te zien en heel erg ook ondermijnend naar de rest toe van, als dat daar allemaal kan, dan kan ik het ook wel gaan doen en dan is het natuurlijk het hek van de dam. Dus ik zit al wel wat meer naast ook aan de voorkant kijken, maar zeker ook gewoon aan de achterkant, af en toe moet je gewoon optreden, want we hebben nou eenmaal dingen met elkaar afgesproken. Ja. Wij hopen, als ik daar aan mag haken, om met een aantal preventieve maatregelen, zeg maar, want absoluut zijn wij ook wel voor de handhaving, maar om die capaciteit vrij te spelen voor de handhaving waar het dan echt nodig is. Mm-hmm. Ik zou het zo jammer vinden als een boa de helft van zijn tijd kwijt is aan hondenbaasjes achterna rennen of dat hij die hondenpoep opruimt. Ja.
Terwijl dus ook gericht inzetten van de capaciteit die er is. Voor proberen aan de voorkant een aantal problemen weg te nemen. Mm-hmm. Hè, waardoor je hem daarna gericht op de zwaardere problematiek in kan zetten. Ja, want wat ik eigenlijk wel mee kan gaan is van inderdaad, vaak is het ook wel symptoombestrijdingen. En als het lukt om ergens ook echt naar de oorzaak te kijken, dan is wel de helft gewonnen. Ja. Misschien toch nog heel eventjes aansluitend, want ja, het zou nu voorkomen dat ik puur voor de keiharde handhaving. Ja. Nou, dat wel op het criminaliteitsgebied van drugs en die soort ondermijningszaken, maar zeker niet op het gebied van de ergernissen die ik vervolgens hier heb opgenoemd. Daar ben ik het echt wel ook wel met je eens, nou, dat we daar naar manieren moeten gaan zoeken waarin je aan de voorkant al iets kunt. Want het laatste wat ik zou willen is dat we dadelijk een stuk of 4, 5, 6, 7, 8 boa's hebben rondlopen die alleen maar aan het verbaliseren zijn. Dat is het slechtste wat we zouden kunnen doen. Ja, dus wat dat betreft, Dat is het woord misschien wat ongelukkig in die zin gekozen. Ja. Nou in ons verkiezingsprogramma staat naast de handhaving staan natuurlijk ook heel veel sociale zaken. Absoluut. Waarbij wij toch wel degelijk sociaal zijn. Absoluut. Hij stond zo bovenaan. Daar schrok ik een beetje van. Ja. Om uit te vinden hoe de inwoners van Heusden eigenlijk aankijken tegen de veiligheid, zijn we eens naar de markt gegaan van Heusden, van Drunen volgens mij. En de vraag stelt, hoe veilig voelen de inwoners van de gemeente Heusden zich? En als het onveilig is, waar denken ze dan aan? Laten we eens even gaan kijken. Wat vindt u van de veiligheid in de gemeente Heusden? Het kan natuurlijk altijd een beetje aangepast worden. Het is natuurlijk niet 100%. Maar ze zijn op de goede weg. Ja, ik voel me eigenlijk wel veilig. Eigenlijk ook in onze buurt eigenlijk. Dat is, ja, eigenlijk wel. Niet altijd veilig. Vooral de trottoirs zijn zo ongelijk. En je moet echt opletten welke stap je zet. En heeft u daar zelf wel eens last van? Ja, gevallen. Ja, en 2 polsen gebroken. Ik voel me hier in Drunen heel veilig. Behalve als ik op vrijdag naar de markt ga. De zebrapaden liggen namelijk op de verkeerde plek. Kunt u daar iets over uitleggen? Waarom liggen die op de verkeerde plek? Nou, we hebben hier bij plein 13 zat een prachtig zebrapad. En daar staan de marktkramen ervoor aan deze kant. Okay. En heel vaak, als je met de auto langs komt, iedereen steekt hier over. En ook de oude dametjes met de rollators. En dat is toch een tikkeltje veilig. Ja. Onveilig, sorry. De stoepen zijn echt slecht. Vindt u dat de gemeente daar genoeg aan doet? Nee. Vind ik helemaal niet. De gemeente doet er weinig aan. Wat zou u graag willen zien dat de gemeente daaraan zou doen? Ja, veranderen en goed leggen. Fatsoenlijk. Ja. Dat wij gewoon goed kunnen wandelen. Ja, iets meer lantaarnpalen. Want in de Julianenstraat loop ik altijd met mijn hondje. Maar daar is het vrij donker. En graag zou ik aangepast zien willen worden dat de mensen toch 30 blijven rijden. Want wij maken hier op de markt maken wij het ook mee als we hier de weg over willen steken. Dat de mensen te hard rijden en dat de zeker mensen met een scooter of met een rollator, dat die niet over kunnen steken omdat de wagens te hard rijden. Ik denk niet dat het aan de gemeente ligt. Ik denk dat het meer aan de handhavers ligt. Dat de handhavers beter eventjes de boel in de gaten houden. En dan ook erop wijzen dat de mensen er eigenlijk rustig moeten houden. Nou, best interessante reacties op de markt in Drunen over wat als onveilig wordt ervaren. Er wordt vooral over losse stoeptegels, over verkeersveiligheid, over een zebrapad die verkeerd ligt, over te weinig licht, verlichting. Ik hoor niemand over inbraken of drugscriminaliteit, dus op zich positief. Maar toch wel een paar punten waar de gemeente wat aan zou kunnen doen. Ja, absoluut. Zeker. Wat is jullie reactie, Alexander? Nou ja, ik vind het inderdaad bijzonder om te horen. Het zal natuurlijk een steekproefje zijn en een heel klein steekproefje. Zeker. Dus voor hetzelfde geld had je mensen getroffen die wel over andere zaken hadden gesproken. Ja. Maar, en misschien komen we daar nog over te spreken. Ik denk dat wij met z'n allen drie het eens gaan zijn dat er op het gebied van veiligheid als het gaat om de verkeersomstandigheden, dat wij de laatste jaren te weinig gedaan hebben. Vanuit de coalitie is er ook nog niet zo heel erg lang geleden ontzettend gehamerd. En ik denk dat iedereen dat ook in zijn programma aangegeven heeft voor de komende periode. Dat het niveau van onderhoud van wegen, van trottoirs, et cetera,
Dat het echt naar een hoger niveau moet. Ja, en ook specifieke aanpak van, bij jullie, bij Martijn zag ik dat, bij DNP. De rotondes bij Nieuwkuik, onveilige situaties, die moeten echt aangepakt worden nu. Ja, wat wij doen bij DNP is, in de coronatijd ging het vooral digitaal, maar denk mee met DNP dat dan. Dus dan proberen we ook als input op te halen, doe je eigenlijk gedurende 4 jaar van waar zijn we nou mee bezig. Ja. Kijk, dat te weinig geld is besteed aan het onderhoud van stoepen en straten, dat was ook dat was een voldongen feit, hè? Veel terug. Ja, het is helaas dat er ook bezuinigd moest worden en dat we eigenlijk een veilig en heel niveau aangehouden hebben wat echt wel aan de onderkant zit van wat je zou willen. En dat geeft u mevrouw ook aan dat daar hier en daar dus echt door het onderkant is gezakt. Mm-hmm. Maar de andere kant, nu de laatste keer hebben we daar keer 500.000 extra structureel en nog in ieder geval veel meer geld voor vrijgemaakt. Mm-hmm. Maar als je dan zo'n denk mee met DNP-sessie wij dan doen, dan hoor je nog steeds dat verkeersveiligheid eigenlijk het meeste genoemd wordt. En het gaat ook heel veel over fietsveiligheid. Wij hebben ook in ons programma zitten bijvoorbeeld een aantal fietsstraten die je zou kunnen doen. Dat wordt dan genoemd als een oplossing. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Vlijmen van een geerpark naar Grassen ligt een hele lange sloot waar je een hele mooie fietsstraat zou kunnen maken. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in Drunen bij RKDWC, bij de Sportlaan. Mm-hmm. Als je daar de weg in ieder geval al rood maakt, wat je vaak ziet, dat de fiets daar de baas is, dan zou je dat al veiliger kunnen maken. En zo ook het centrum van Drunen waar ze net dus waren. Ja. Daar kun je ook aanpassingen doen met zo'n zebelpad. Wat eigenlijk niet eens zoveel hoeft te kosten. Nee. Maar voor mensen wel heel erg belangrijk is. Wordt ook vaak opgemerkt van moeten we niet gewoon naar allemaal 30 kilometer zones in het centrum van de kernen. Hebben wij ook. Zwaar verkeer niet gewoon uit de kernen halen. Klopt. Leren. Ja, het is dan vaak auto's weg hè, of maken we het auto luw. Ik denk dat de wens toch vaak wel is dat er toch wel enige bereikbaarheid is. Maar dat gewoon het aantal natuurlijk wel een heel stuk naar beneden gaat. Mm-hmm. En dat je ook heel duidelijk bent. Hè. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen het hele gebied 30. Dan hoef je er ook niet meer over na te denken als je daar rijdt. Het is overal hetzelfde. Ja. En je kan ook eens kijken naar, ook was een voorstel dat we wel eens genoemd hebben, van de ene rotonde is het stoppen. De andere heb je de voorrang als je erop komt. De andere is het dubbele baan. Zouden we kunnen kijken om daar zeg maar integrale samenhang voor de hele gemeente overal dezelfde regel. Dus dan weet je als je in de bebouwde kom bent en je bent bij rotonde, dan is het overal hetzelfde. Ja. Nou, onderzoek heeft ook uitgewezen, bijvoorbeeld voor fietsers is dat veel veiliger. Duidelijker ook. En duidelijker, significant minder ongelukken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat we willen. Ja, Kasper, jullie noemen ook nog heel expliciet kruispunt Mommensteeg-Tuinbouwweg als een gevaarlijk punt waar veel ongelukken gebeuren, nou, waar iets moet gebeuren. Ook daar staan wij niet alleen in, want ik denk dat heel veel partijen dat hebben. Maar daar zijn inderdaad, dat is een zeer onoverzichtelijke situatie. Ja. Wij hopen en verwachten, nou in ieder geval, nu worden er al acties ondernomen om het kruispunt veiliger te maken door de obstakels die er neer zijn gezet om die weg te gaan halen. Mm-hmm. Dat zou al een eerste weg moeten zijn. Maar de toekomst is het natuurlijk zo dat er vanuit de Voordijk in Vlijmen naar het Geerpark, dat daar een gebiedsontsluitingsweg gaat komen. Ja. Die vervolgens dan de overzichtelijkheid daar gaat oplossen. Mm-hmm. En in mijn hoop ook een rotonde daar ter plaatse kan komen, zodat je die verkeerssituatie gewoon veilig kunt maken. Ja. En het is met goede bedoelingen gedaan hè, destijds om de kruising aan te passen. Ja. Men dacht daarmee het ei van Columbus te hebben. En uiteindelijk blijkt het gewoon dat het niet goed is. En dan moet je uiteindelijk ook gewoon de durf hebben om te zeggen van nou, dan stoppen we ermee, want er gebeuren gewoon te veel ongelukken. Ja. Ja, Alexander, jullie zijn echt voor 30 kilometer zones in de kern, hè? Ook in de grote straat in Drunen, de Mommensteeg in Vlijmen, de grote wel doorgangswegen. In de centra van de kernen zijn we absoluut voor die 30 kilometer zone. Ik kan me overigens wel eens voorstellen dat er andere kernen zijn. Laat ik zo zeggen, de kern van Herpt of de kern van Doeveren, die relatief klein is, waar je dat misschien op een andere manier op zou kunnen lossen. Maar met name de grotere kernen denken wij dat die 30 kilometer zone in het centrum, in het centrum, zeg maar. En waar er precies die rand moet komen te liggen, daar kun je natuurlijk even over discussiëren. Mm-hmm. Maar dat het heel veel op zou lossen. Nou, daarnaast vinden wij het belangrijk dat verenigingen en scholen een omgeving hebben die veilig is. Ja, absoluut. Ja. En dan kun je ook met veel andere dingen nog werken. Hè. Dat zijn fietsende kinderen. Naar verenigingen gaan veel kinderen en dergelijke op de fiets. Mm-hmm. We noemden het sportpark van RKDFC, maar bijvoorbeeld ook de Torenstraat in Drunen. Die een aansluiting is op de Loons- en Drunense Duinen, waar veel toeristen naartoe gaan. Waar een enkele diverse verenigingen liggen. Mm-hmm. En die weg ligt er ook, nou, laat ik maar voorzichtig zijn, niet al te ideaal bij. Mm-hmm. Dus daar hebben wij inderdaad wel een behoorlijke focus op. Wat ik overigens nog wel wil benadrukken, we hadden net over de kruising Tuinbouwweg Mommensteeg. En wat wij als partij wel eens vervelend vinden,
is dat de overheid, en dat is eigenlijk de gemeente, het ambtelijke apparaat, zeg maar, vaak traag reageert in dit soort situaties. Hè, wij zitten hier volgens mij als vertegenwoordigers. Zijn voordat er een actie wordt. Een gemeenteraad is, als je de definitie bekijkt, taakstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend. Ja. En wij kaarten dat als gemeenteraad aan en wij vinden dat ook daar wel een cultuurslag mag komen. We moeten het met z'n allen samen doen. Ik denk dat we in een bijzondere tijd leven, nu na corona. En dat betekent dat de overheid, wat natuurlijk de gemeente, het ambtelijke apparaat is, en de gemeenteraad, de inwoners, het gezamenlijk moeten doen. Dus, en dan mag die wisselwerking ook wel beter. Het college mag iets actiever de voorstellen van de raad oppakken. In een aantal gevallen, ja. We hebben het, inwoners zijn natuurlijk de mensen die er elke dag in bewegen. We hebben bijvoorbeeld op een ander vlak ook, stellen wij burgerberaad voor, om die inwoners er veel meer bij te betrekken. Wij zijn met z'n allen als inwoners de gemeente, om het zo maar te zeggen. Laatste punt in dit blok, de gebiedsontwikkeling Langstraat, het GOL, zoals het wordt genoemd. Is dat een verbetering om het bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaande verkeer langs de kern van Heusden? Ja, wij zijn ontzettend overtuigd dat het GOL voor een verbetering voor heel gaat veel zorgen dingen, voor de hele gemeente. Ja. Ja, allemaal eens. Nou, wij ook. Zeker ook de bereikbaarheid van de kernen, die wordt daarmee verbeterd. Maar ook van onze industrieterreinen, die wordt daarmee verbeterd. We hebben een oplossing gevonden voor het hoogwaterprobleem tussen Den Bosch en Vlijmen. Mm-hmm. Ecologische zones worden ermee gedaan. Dus het is niet alleen maar even het verkeerssituatie. Mm-hmm. Er hangt veel meer rondomheen. Ja. En vandaar dat wij ook een fervent voorstander van het GOL zijn. Dat wil niet zeggen dat je dan klaar bent. Want het onderliggende wegennet, daar moet nog veel aandacht aan zijn. En dat zal ons de komende 4 jaar nog heel lang en heel intensief bezig gaan houden om die aansluitingen goed op elkaar te krijgen. Ja, belangrijk thema voor de komende 4 jaar. Het detailniveau moet nu eigenlijk bepaald gaan worden. Hè. We hebben nu de grote lijn uitgezet en daar zijn we het volgens mij met z'n allen over eens. Ja. Het is een ontzettend groot project geworden met ontzettend veel raakvlakken. Ja. Van toerisme tot natuur en van verkeer in de centra tot noem het maar. En het gaat wat kosten. En het gaat wat kosten. Maar ik denk dat heel veel inwoners wel bang zijn nog. Van het is een done deal, alles ligt vast. Ja. Maar wij zijn er denk ik als gemeenteraad ook voor om te zorgen dat het detailniveau nu ook aansluit op wat binnen de kaderstuk die we dan hebben gesteld met z'n allen in dat GOL. Ja. Maar het aansluit op wat past bij de inwoners. Wederom een belangrijk topic voor de komende 4 jaar voor de gemeente, denk ik. Zeker weten. Voor nu gaan we naar het derde blok van vanavond. Dat is het thema wonen en leefomgeving. Ook in Heusden zijn er grote uitdagingen in de woningbouw. De huizenprijzen stijgen enorm, waardoor het voor nieuwkomers nagenoeg onmogelijk wordt om nog een huis te kopen of te huren zelfs. Er wordt veel te weinig gebouwd ten opzichte van de vraag en ook is er te weinig doorstroom voor ouderen. Voor de jongeren is het moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden. Wat stellen de partijen voor om die woningproblematiek in Heusden aan te pakken? Voordat we daarover in discussie gaan, wil ik eerst Martijn van Es vragen van DNP om het standpunt van jullie partij daarin toe te lichten. Ja, zal ik doen. Wonen, je zei het al, bouwen hoor je vaak en dat is ook wat wij roepen. Voldoende betaalbare woningen, huur of koop, dat is voor DNP prio 1. We hebben ons programma geschreven en eigenlijk het eerste hoofdstuk gaat over wonen en over bouwen naar behoefte. De behoefte is enorm. Nou, de afgelopen raadsperiode hebben we als DNP in ieder geval daar ook hard aan gewerkt, samen met anderen in de raad. We hebben bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel geschreven om te kijken of we meer konden bouwen voor onze senioren en onze starters. Ook in plannen bijvoorbeeld af te spreken zoveel procent voor senioren, zoveel procent voor starters, zoveel procent sociaal. En ook naast bouwen op gemeentegrond, van wat we in Heusden eigenlijk de laatste 10, 15 jaar gewend waren, ook bouwen op particuliere gronden toe te staan. En op die manier zeg maar een versnelling aan te brengen in het bouwen en daar dus te voorzien in de behoeften. Als je dan kijkt naar wat we nog willen, dan zijn er best nog wel wat instrumenten die we op dit moment in Heusden niet inzetten. Denk aan bijvoorbeeld de zelfbewoningsplicht of een antispeculatiebeding. Dat zijn toch manieren waarop je kan zorgen dat mensen zelf in hun woning gaan wonen. En dus dat de woning ook terechtkomt bij degene die daar behoefte aan heeft. Een andere die ik wil noemen is het leeftijdsgericht bouwen. Dat hebben we heel nadrukkelijk in het programma staan. Je kan door slim te bouwen, nu al bijvoorbeeld de deuren wat breder te maken, de drempels eruit. Dan ben je WMO-proof, dan hoef je die aanpassing in de toekomst ook niet te doen. We hadden het hier eerder over preventief, maar dan doe je aan de voorkant doe je de juiste dingen. En dan kunnen ook ouderen langer in de woning blijven wonen. En daarnaast, tenslotte, wilde ik noemen van bouwen in de hoogte.
Bouwen in de hoogte klinkt misschien heel erg hoog van we willen een wolkenkrabber zetten in Haarstig Centrum. Dat is niet de bedoeling. Maar ik denk wel dat we moeten gaan kijken naar de grond. De grond in Nederland is schaars. Je kan niet zomaar meer een weiland erbij pakken. Je moet goed nadenken van wat doen we nou. En als je dan op diezelfde grond in plaats van wat we gewend waren misschien 3 hoog ook eens een keer 5 gaan doen. En dat op meerdere plekken gaan doen. Zodat het ook in het dorp zeg maar mooi past en zichtelijk ook is. Dan kun je dat denk ik ook weer wederom dus voorzien in die behoefte. Dus bouwen naar behoefte, voor ons is wonen prio 1 en daarom ook nadrukkelijk hoofdstuk 1 van ons programma. Oké, je noemde in je verhaal ook een goede verdeling tussen type woningen, voor jongeren, voor ouderen, doorstroom, starters. Heeft de gemeente wel genoeg middelen om dat te sturen? Want projectontwikkelaars die komen met de voorstellen voor bouw. Ja, je hebt juist daar middelen om daarop te sturen. En ik ga je niet verkondigen dat het in alle 100% van de gevallen gaat lukken. Want je hebt natuurlijk wel eens een heel klein postzegelplannetje. Waar je, als je 10% van 2 woningen moet pakken, dat is natuurlijk niet te doen. Maar je kan wel zeker, zeg maar, over de grote lijnen en de wat grotere plannen, kan je dat zeker ook die voorwaarden stellen. En kijk, we komen wederom vanuit een andere tijd, hè, met een financiële crisis. En dat we blij waren, bijvoorbeeld op het Geerpark in Vlijmen, dat er gebouwd werd. Ja. Met 0 op de meter, wat nog echt wel iets bijzonders was. Ook op de grassen waar gewoon bouwclaims op liggen, waar eerdere afspraken liggen. Ja. Maar wij vinden wel dat je van nu en waar het nog kan, dat je moet proberen om zeker die seniorenstarters, maar ook sociale woningbouw, dat je dat een plek moet hebben op een plan. En als je dat niet wil, dan ergens anders gaan bouwen. Ja. En als je het wel wil, en er zijn genoeg bedrijven die dat willen, en ook bouwbedrijven die hun maatschappelijke rol gewoon prima willen pakken, Dan denken wij dat dat een versnelling gaat geven. Dus er komen nu de komende jaren meer dan 1000 woningen bij. Hè? Ja. De Grassen, 650 huizen, Geerpark, 400 huizen. Daar komt de Stenenburg nog bij in Nieuwkijk. Is dat de goede mix van huizen die daar gebouwd worden, Alexander? Hoe zien jullie dat? Waar bedoel je? Die nieuwbouwwijken die nu gebouwd worden. Ja. Nou ja, ik denk dat de mix op zich redelijk is. Stenenburg is natuurlijk een redelijk exclusief plan. Ja, dat is wat meer het hogere segment. Laat ons eerlijk zijn, ja. Maar wij denken overigens dat... Ook dat heeft een reden. Hè? Kijk, je zit met een modus om je nek. Je hebt het land van ooit moeten kopen. Klopt. Je hebt dat heel lang aan je nek hangen. Dan moet zich ook de provincie moet een, zeg maar, daarin meegaan en een bestemming ook goedkeuren. En de enige manier om dat te doen was dat ruimtelijk op te zetten. Als je iets ruimtelijk op wil zetten, dan heb je het over grote percelen en dan gaat de prijs omhoog. Ja. Dus, maar laten we het over de Grassen hebben, de Geerpark. Ja, precies. Ja. Ik vind Stenenburg niet een plan apart, wat je noemt van, nou potverdorie, kijk eens wat we goed aan de woningbehoefte voldoen. Maar in die andere plannen denk ik dat er een redelijke verdeling is. Op veel punten ben ik het absoluut met Martijn eens. Sterker nog, welke inwoner van ons land zou op dit moment zeggen, bouwen is niet slim. Er is zoveel nood dat er overal gebouwd moet worden. Wij vinden ook wel dat bouwen, zeg maar, aan zich alleen, dat wel wat slimmer kan. Ik kan me nog herinneren dat wij in ons land echt wel fases hebben gehad waarin het in de bouw... Bouw is bijna altijd hollen en stilstaan. Ja. Of stilstaan. He, dus je hebt periodes, dan is het niet aan te slepen. Moet er overal gebouwd worden. Zoals nu. Zoals nu. En we hebben ook periodes gekend dat je een huis niet aan de straatsteen kwijt kon. Op het moment dat we daarin een daling zouden krijgen, dan is overigens het leed, denk ik, in ons land niet te overzien. Hè? Mensen die huizen die onder water komen te staan, et cetera, et cetera. Ja. Ik denk namelijk dat wij, en dat is sowieso voor de behoefte aan woningruimte op korte termijn, veel slimmer moeten zijn. Wij hebben bijvoorbeeld in ons plan staan, dat hebben we overigens al in de afgelopen periode aangekaart en daar gaan we nog voller op inzetten, is we hebben de brandweerkazerne in Drunen gaat verhuizen. Komt midden in het centrum, komt een mooie ruimte vrij. Bibliotheek? De bibliotheek. We hebben het gemeentehuis in Drunen, waar we nu ook in coronatijd gemerkt hebben dat er een andere balans tussen thuiswerken en kantoorwerken plaats kan vinden. We hebben, dat zijn hele concrete plannen. We kunnen met z'n allen roepen bouwen. Hè? Ja. En dat klopt, daar zijn we het ook absoluut mee eens. Maar laten we proberen naar concrete plannen die op korte termijn woningnood kunnen... Oké, dus je pleit voor slim bouwen, Caspar. Vorige keer hadden we hier ook VVD en D66, Tom Blankers was er, die zei ja, misschien moeten we ook slim kijken naar de winkelkernen. Moeten we dat niet, de bepaalde winkels gewoon om verbouwen naar woonfunctie? Boven winkels misschien ook woonfuncties inrichten. Inderdaad, anders kijken naar gemeentehuis, wat misschien ook voor een deel woonfunctie kan hebben.
Nou, ook daar hebben wij een uitgesproken mening over. Dat wij inderdaad vinden dat het gemeentehuis of het gemeentehuis zelf, het raadhuis, dus echt het oude gedeelte, dat willen we heel graag behouden voor de algehele functie die wij hebben. Maatschappelijke functies, vergaderingen die er gedaan kunnen worden, expositieruimte, trouwen. Ja. Alleen het achterste aangebouwde gedeelte, dat is het kantoorstuk, dat zou wat ons betreft ook prima gebruikt kunnen gaan worden als woonfunctie. Ja. En dat zou ook inderdaad bij winkels kunnen, al moet je daar wel natuurlijk uitkijken dat je niet boven elke winkel die vrijkomt dan maar meteen een woning gaat maken. Dus je zult wel goed af moeten spreken dat de compactheid van het winkelgebied, dat dat ook behouden blijft voor winkels. Natuurlijk moet je je ogen niet sluiten voor het feit dat er een heel andersoortige winkelfunctie is gekomen, hè? Want het digitaal heeft een grote vlucht genomen en het is maar zeer de vraag of dat alle winkels en behoeften er nog zal blijven. Ja. Nou, dat is waarschijnlijk niet het geval en daarom kun je wel met een plan gaan kijken van nou, welke winkels komen in aanmerking om een woonfunctie te gaan doen. Dus het winkelcentrum wat compacter maken. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast hebben we dan ook nog dat wij ook wel aandacht willen vragen voor de alternatieve woonvormen, zoals de collectieve opdrachtgeverschap. Bijvoorbeeld een krasse knarrenhof. Een aantal mensen die gezamenlijk zeggen van nou, wij gaan hier voor ons iets moois bouwen. Ja. Dat is wel een particulier initiatief. Daar moet je dus natuurlijk als gemeente oog en oor voor hebben. Ja. Dat is er tot op heden te weinig geweest, want we komen uit een situatie dat die vraag er niet was en de financiën er ook niet voor waren vanuit de gemeente. Maar nu is volgens mij de tijd om naast alle andere initiatieven die hier nu genoemd worden, om dan inderdaad ook te zeggen, en ook een gedeelte gaat naar zo'n collectief opdrachtgeverschap. Is dat een oplossing ook voor de ouderen die eigenlijk te weinig doorstromen van hun huidige huis, wat vaak vrij is van hypotheek en maar veel te groot om te wonen? Ik heb eerst nog aansluit als Mark wat Caspar zei, want dat ben ik 300% met hem eens. En nu, dat is een mooi linkje naar de zorg, want laten we dat vooral ook doen in die kleinere kernen. Ja. Hoe vaak ik niet hoor dat mensen uit bijvoorbeeld Elshout of uit, nou, laat ik eens Heesbeen zeggen, op het moment dat die ouder worden en naar een kleinere woning moeten, dan gaan ze uit hun eigen leenomgeving. Terwijl ze eigenlijk in de kern willen blijven wonen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus als je daar met collectief particuliere initiatieven een oplossing voor kan bieden, snijdt het mensen aan meerdere kanten. Ja. Absoluut aan meerdere kanten. Okay. Dus daar zijn wij inderdaad ook groot voorstander van. Ja, ik had CPO ook opgeschreven. Kijk, het is natuurlijk een manier van iets ontwikkelen door mensen zelf. En dat is dicht bij de mensen dus, bij de burgers, iemand die iets wil. Er is heel veel betrokkenheid en vervolgens, ze gaan het ook zeker afnemen. Mm-hmm. En vaak heb je dan nog een bouwer die ook nog maatschappelijk meebrengt. En dan kun je plus en dan, dat is natuurlijk een hele grote winst. Daar moet je als overheid echt op faciliteren. Ja, je noemde nog iets specifieks in jouw pitch. Dat was de zelfbewoningsplicht, het anti-speculatie-beding, dat mensen die bouwen daar ook zelf moeten gaan wonen. Of mensen die, geldt het ook voor mensen die een huis kopen, dat ze daar ook zelfbewoningsplicht in hebben in jullie beeld? Ja, ze het anders voor speculatie kunnen gaan verhuren? Het is juridisch ligt het wel moeilijk. Hè? Je hebt natuurlijk te maken, je hebt bestaande woningen, die zou je kunnen kopen om te verhuren, dat kan. Maar wat ook wel gebeurt is dat bij nieuwbouw dat een hele rij, dus 18 of 36 woningen, in één keer wordt verkocht aan een speculant. En die vervolgens dat weer of doorverkoopt en eigenlijk binnen een paar weken of maanden heel veel geld erop verdient. Nou mag je van mij best geld verdienen, want daar wil ik helemaal niet moeilijk over doen. Dus maar de andere kant, we willen bouwen naar behoefte, ook voor de mensen in Heusden. Dan moeten we ook zorgen dat ze beschikbaar zijn. En dan moeten we dus zorgen dat zo'n hele rij van 36 of 18, dat het in één keer weg is, dat moeten we niet willen. Dus dat bedoel ik met zelfbewoning. Ja. Een plicht daarin. En dan bijvoorbeeld de eerste 5 jaar daar zeker zelf moeten wonen. En heb ik ook al nagevraagd van, dan zie je ook al daarna dat na 5 jaar in één keer toch wel een hoos komt aan doorverkopen. Maar goed, dan hebben we toch in ieder geval wel de intentie gehad dat de meeste woningen op de plek terechtkomen waar ze ook voor gebouwd zijn. We gaan al een heel eind richting het einde van deze uitzending. Ja, we hebben het nog niet gehad over de statushouders, over de arbeidsmigranten. Is dat een zorg in Heusden? Is het een grote, in Waalwijk is het de grote zorg. Speelt dat ook in Heusden? Ja, ik had arbeidsmigranten ook al opgeschreven. Van, we hebben natuurlijk die kamergewijze verhuur hebben we ook een jaar geleden ongeveer iets van gevonden. Ja. Dus dat hebben we dan beteugeld en daardoor duwen ze niet meer de andere mensen uit de woningen. Ja, precies, want dat is natuurlijk de zorg, hè, dat ze een plek innemen. Maar de vraag van waar dan wel, hè, bij bedrijven of in Heusden hebben gezegd niet op één plek heel centraal, maar juist meer gespreid. Ik denk wel dat het goed is. Mm-hmm. Maar dat de mensen die komen werken, dat we dat ook op een nette manier moeten doen, dat is denk ik ook wel duidelijk. En dat we de ondernemers daarmee moeten helpen, dat klopt.
Ik zou zeggen, lees de partijen van, of de programma's van de partijen even na om iets meer over die standpunten te vinden. Want we komen richting het einde van het programma. Het gaat verschrikkelijk snel. Ja, ik had eigenlijk nog willen kijken, zijn er nog dringende zaken die jullie nog echt even genoemd willen hebben, die we niet onder de drie kopjes kwijt konden? Nou, ik heb wel iets, maar dat is meer een oproep voor allen voor na de verkiezingen. En dat is dat we de menselijke maat houden en dat we de vergader- en de omgangscultuur zoals we die in Heusden kennen, dat we die ook minimaal blijven houden. Ja. En dat daar dus ja, op geen hardse toestanden. Juist, precies. En dat is toch echt wel een oproep en ook wel een beetje een vrees. Hè? Het verhardt allemaal wat en mensen denken dat ze alles kunnen en mogen en moeten zeggen. Mm-hmm. En ik zou toch echt een oproep aan al mijn collega's willen doen om ja, voor de toekomst in ieder geval die menselijke maat te houden en de integriteit gewoon hoog te houden. Mm-hmm. Zodat we ook op een hele goede manier de gemeente kunnen besturen. Ja, uiteindelijk zijn we met alle partijen samen om Heusden verder te brengen. Precies. Lijkt mij. Met heel veel lokale partijen trouwens valt me op in Heusden. Veel meer dan in andere langstraatgemeentes. Eén nieuwe partij, Heusden Verbindt, die overigens heel graag met jullie ook een debat wil aangaan. Gaat dat er nog van komen voor de verkiezingen? Of hoe zien jullie dat? Dat zou kunnen. hij heeft ons uitgenodigd volgens mij allemaal, maar ook meerdere partijen denk ik, van ik zou in het debat willen. Mm-hmm. Dat zeg ik altijd, wil ik heel graag doen. Net als hier met iemand die daar onafhankelijk in zit, ja. met een tafel hier in dit geval. Mm-hmm. En dan graag. Dus nou ja, kijk hoe dat loopt. Het is natuurlijk door corona ook een beetje een rare situatie geweest. Inmiddels is het allemaal wat losser. Dus, ja, je wil inderdaad dat de mediapartner dat oppakt. En dan wil je volgens mij met z'n allen heel graag meedoen. Ja. Ik denk dat Heusden Inwoners dat ook verdient. Om een keer die mensen bij elkaar te zien en zeggen van, wat vinden jullie nou eigenlijk allemaal van onze toekomst? Ja. Dus en met een breed spectrum aan onderwerpen. Ja, natuurlijk. Niet alleen dus enkel onderwerp waar dan de discussie over gaat. Oké, we gaan het zien. Dank jullie wel. Ik wil jullie alvast heel veel succes wensen met de komende campagne, de komende weken nog. We mogen gelukkig allemaal weer de straat op en weer wat dichter bij elkaar zijn en de markt op. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier en jullie openheid. Martijn van Es, lijsttrekker DNP, Alexander Verweert, Heusden 1 en Casper van der Brand van Gemeentebelangen. U heeft gekeken naar Langstraat Kiest, het politiek programma van Langstraat Media. De zesde uitzending alweer. Maar we hebben er nog drie te gaan. Tot 16 maart, wanneer u met z'n allen weer naar de stembus mag. We danken onze gasten. Deze uitzending zal nog worden herhaald aanstaande zondagmorgen om 11 uur via Langstraat TV. Maar u kunt natuurlijk ook op de website langstraatkiest.nl de uitzending terugkijken. Op elk moment. Volgende week gaan we naar Dongen. Dan krijgen we de vertegenwoordigers van D66, Marieke Schouten en René Jansen van de Volkspartij Dongen hier op bezoek. Wilt u nou nog een vraag stellen aan deze lijsttrekkers, dan kunt u ze sturen per mail aan het mailadres langstraatkiest@langstraatmedia.nl. En dan nemen we ze mee in de discussie. Graag tot volgende week en dank voor het kijken.